De 19-jarige bromfietsbestuurder Marcet Nehemian is de 34ste verkeersdode. De politie van het resortcentrum kreeg op vrijdag 8 juli in de vroege ochtend via de centrale meldkamer melding van een aanrijding op de kruising Henk Aronstraat, de J.A. Pengelstraat en Charlesburgweg. Het voorlopige onderzoek ter plaatse heeft uitgewezen dat de 24-jarige autobestuurder Keith Z. reed over de Henk Aronstraat. Hij kwam van de richting Kwartaweg. Bij het naderen van de kruising verleende Marcet geen voorrang aan het verkeer over de Henk Aronstraat. Met als gevolg de aanrijding. Nehemian liet ter plaatse het leven. De autobestuurder was niet onder invloed van alcohol of andere bedwelmende middelen en is in het bezit van een Surinaams rijbewijs. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het lijk in beslag genomen voor obductie.